Cambuur bij Omroep Leo wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma Koffie, Thee en Apparatuur en Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening. Trotse supporters van Sportclub Cambuur. Kevin van Kippensluis, waar ik vorige week dacht van deze is in de tas. Hadden we hier toch ook wat momenten gehad van het was even billen knijpen, hè? Nou, misschien was dat buiten het veld zo, maar in het veld heb ik dat eigenlijk niet gehad. Want ik denk dat wij gewoon, zelfs als vorige week, de 3-0 moeten maken. Want ik denk dat we in een counter een aantal keren goed er doorheen komen. Net niet zorgvuldig genoeg, waaronder ik zelf ook. Maar we kunnen er een hoop over praten dat het geen goede wedstrijd was. Het was niet hoogstaand, maar we hebben weer keihard gevochten met elkaar. We hebben meters voor elkaar gemaakt en we hebben 3 punten in de tas. We staan bovenaan in de periode en in de ranglijst. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Maar we zijn op de goede weg en mooie avond. En we zijn toch wel weer dodelijk effectief. Volgens mij, jouw eerste echte kans, die ligt meteen weer in het netje. Ja, nou meteen weer. Dat zeg je wel heel erg, alsof ik er al 100 gemaakt heb. Nee, ik krijg hem natuurlijk goed mee. En ik zie Karim meelopen, maar ik zie ook de centrale verdediger eigenlijk in de lijn komen. Dus was het eigenlijk voor mezelf geen optie om hem breed te leggen. Maar ik denk, als die verdediger niet is en Karim staat voor een lege goal, dan leg ik hem opzij. Maar die centrale verdediger liep mee, dus dan was het eigenlijk alleen nog maar zelf de verre hoek inschieten. Nou, en hij gaat erin, dus dat is fijn. Was denk ik wel even voor het team ook even dat de druk iets meer eraf was. Want ik vond hun niet heel slecht spelen. Ze speelden wel veel lange ballen. Maar daar hebben ze wel een goed team dat op elkaar goed is ingespeeld. Maar we hebben weinig weggegeven hier en daar, wat kleine kansjes. Maar ik denk dat tegen RKC meer schoten op doel hebben gehad dan nu. En dan sta je zomaar op 13 punten en dan sta je bovenaan. Wat een wilde. Ja, dat is een mooi begin. Maar we moeten niet te hard van stapel lopen. Want volgende week volgende week wacht Jong Utrecht weer. Dat zou een hele andere ambiance zijn. Dus dat zou even kijken hoe we daarmee omgaan als team. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Maar de start is in ieder geval heel lekker. De start smaakt goed en ik hoop dat het biertje ook goed smaakt zo.